Mike Walters wurde wie Pass nach Casanova, Ende bei der Platz wurde zu kommen und gehen. Brandon Sellis. Donc toujours première, deuxième place, c'est bagarré entre Dessel et le pilote d'Arskan, je pense que ce sera Dessel qui va tenir en première position. Die derde plaats, 115 als BMX Rans. En dat is Geoffrey de Wit. Geoffrey de Wit op de position. En toujours wat uit de koers voor BMX Dominique Dessel. Runner Rijnmakers, deuxième place BMX Vlaardingen. En dat is Robin van der Wey. Boys 7 ans sur la piste, Boys 7 ans, le nouveau Manon 8 en première position, Béric Dominguez, c'est Tristan Van Dijk, Van Dijk en première place, deuxième place pour Van Aerschot, Van Aerschot en première position, deuxième place, oh, pardon. Ok, op die tweede plaats is het altijd Brett van Aerschot, maar op één is het de man van Van Aerschot, Tristan Van Dijk, derde plaats voor derde positie, maar die vierde plaats, 137, is Arne Partouche en die komt alweer uit zonder. Boys, CBR, boys, het al zo de piste. Zijn Jacco Wijn en Jentanias en Stefan de Borm, Lambertos en Jolensen. En hier op de eerste positie. En zo zitten de jongens hier op de piste. Terpsen voor een plaatsje in de kwartfinale. En de kwartfinale wordt onmiddellijk na de laatste kwalificatiemarge gereden. De Miriam Raab gelet tegen de marge. Le Cartenel. Et voilà, c'est le profet qui prend le shot. Brent van Aerschot. Van Aerschot op 1 op 2,98. En dat is Tristan van Dijk. 98 van Tristan van Dijk op 2. De deuxième place pour Tristan van Dijk. Om tijd de koers is Brent van Aerschot. Troisième place pour BMX Nijlen. Ivars de Wolf. La quatrième place, de quatrième place pour Zolders. Allez Brent! Goeie jongen Brent! Goed gesprongen! In Soemanje, dames en heren, in deze topcompetitie. En is er altijd Van Aerschot daar op 1. Op 2, die 98 nog altijd van Tristan van Dijk. Bremetje Nijland op die derde plaats is Ivars de Wolf. En zo gaan deze jongens over de finish zijn. Naar de halve finale te gaan. Donc 1, 2, 3, 4, les 4 premiers sont qualifiés. Ok, dan is bezig met de plaatsen aan de rechterkant. Zie je? En nu staat daar voor Mika Roos. Mika Roos in eerste positie. Tweede plaats zien we daar Rune Rijmakers. En het is niet best een goesting als ik het al zijn gezicht zie. Rune Rijmakers, die zit daar op de tweede plaats. Vlaams kampioen. Dus je plaats voor Rune Rijmakers. Met de koers Mika Roos. In de tweede plaats, de tweede plaats. En de nummer 42. De nummer 42 is Michel Leijsen. Met Katje Blesse, de nummer 5. Brent van Aerschot. Brent van Aerschot. Deze jongen zit er al 4. Goeie jongen, blijven trappen gewoon. Goed. Duidelijk semifinale. Mika Ooms, Rune Rijmakers, Michel Leijsen en Brent van Aerschot. De derde linie. En mijn position is Mika Ooms die win. Oké, nog altijd in de boyscategorie 7 aan die top. Voilà, c'est le numéro 84. Et ça, c'est Ryan Jochems. Ryan Jochems. Mais le numéro 56 là. Et ça, c'est Guy Henry. Separaars op 2, op de derde plaats Keuvelaars en dan de 94, nummer 94. Nu is dat correct, op 84 Rijnmakers, die gaan naar de finale. En jongens, in die optimale bus is het tijd Dries Broens. Dries Broens, u pakt nu de eerste plaats. Mooie plaats voor hem nu in de halve finale. En dat is een zeker plaats tot de finale. Nu is Rijnmakers en Vertex die op de plaats. Brent van Aerschot est maintenant en cinquième position. Attention au dernier virage, laatste bocht. Rijden we op 15 minuten. Komt terug, maar het is wel nummer 22. Kilo Gains
gaat door naar de finale. Ja.